Dit is het squeeze-fest. Alle prikkels verwerken kan lastig zijn voor mensen met bijvoorbeeld autisme, ADHD of andere prikkelverwerkingsproblemen. Doordat je niet goed prikkels kan filteren, is het soms zo dat het niet zo lekker gaat allemaal. En dit vest zou je kunnen helpen. Je kan het onder een trui of een jas dragen en oppompen als dat nodig is. Je trekt het daar net als een gewoon vest. En dan zit hij nog niet zo strak. Maar je kunt dit vest oppompen met behulp van deze bal. En dan zit hij wel strak. Knijpen in de bal. Dan komt de lucht in de kanaaltjes. En dan gaat hij steeds strakker, strakker, strakker. Blijven knijpen totdat hij lekker strak zit. Dit vest zou je kunnen helpen om therapie beter te kunnen volgen. Bij het Living Lab mag je hem proberen om te kijken of het wat voor je is. Nadeel van zo'n vest zou kunnen zijn dat als je het onder een t-shirt draagt, dan ziet iedereen het. En bij warm weer zal het voor jou extra warm zijn. Je kan hem leeg laten lopen door op dit knopje te drukken. Wat moet je kunnen? Het vest aantrekken en in de bal knijpen is het belangrijkste wat je moet kunnen. En wellicht helpt het je om meer ontspannen de dag door te komen.